Wat mij boom, jullie winnen met 3-0 van ZSC, 0-0 ruststand. Jij komt de eerste helft in voor Jeffrey van der Brakel. Toen stond het nog 0-0. Die overwinning, is dat het Lloyd Meiboom effect? Nee, absoluut niet. Nee, de eerste helft is gewoon lastig voetballen met het weer. En dan op een gegeven moment valt hij een keer goed. Je ziet ook dat we kansen creëren in de eerste helft. En dan valt hij goed en dan zie je dat we los zijn. Beetje slap de eerste helft, of niet? Ja, een beetje klam inderdaad. Moeilijk ook wel een beetje denken van het veld af. Het is heel stroef, het is warm. Dus even erin komen en even de eerste kwartiertje doorheen. En dan zie je dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. En wat gaat de tweede helft anders dat jullie dan wel scoren? Ja, dan vallen net die ballen goed, denk ik. Dus ik weet het ook niet. Dat zijn gewoon die kansen die je dan afmaakt. En het laatste balletje gaat er goed, de laatste paas gaat goed. En dan haal je hem gewoon zo binnen. Periodekampioenschap kan eigenlijk niet meer misgaan. Elburg speelt gelijk. Kampioenschap zit nog in de achterhoofd? Nou ja, weet je, we willen zo hoog mogelijk eindigen. En of dat eerste of tweede is, dat zien we wel aan het eind van de rit. Maar het zou heel mooi zijn, maar daar houden we ons niet mee bezig. Waar hou je dan mee bezig? Het is twee wedstrijden te gaan, dan ga je toch voor het kampioenschap? Ja, daar houden we ons dus mee bezig. Volgende week winnen en dan die week erop proberen te winnen. En dan zien we wel waar we staan. Dat is de bedoeling. Het is jouw eerste jaar hier in Zwifterband. Hoe bevalt het? Goed. Leuk team, leuke club, gezellig. Dus het bevalt me heel goed. Wat is er anders dan bij SVD? Ja, het is een wat knusser, hè? Wat kleiner en dat is aan de ene kant ook wel weer leuk. En aan de andere kant heeft de rond ook zo zijn voordelen. Maar ik vind allebei leuk. Volgend jaar? Volgend jaar, ik ga eerst ga ik naar het buitenland voor mijn studie. Dus en daarna zie ik het wel. Zwift, tweede klasse? Ik hoop het. We gaan het zien.